Ik ben Mingfang. Ik ga vandaag nasi yangjiao maken. Nasi yangjiao is een nasi goreng, eigenlijk gebakken nasi met heel veel ingrediënten in. Waaronder één ingrediënt heel belangrijk is, dat is cashew. Cashew is een super bekende gerecht uit de typische, zou ik zeggen, typische gerecht uit Guangzhou, Hongkong daar. Gerecht die daar vandaan komen, zoals nasi, dan hoort gewoon cashew in bij te zitten. Ingrediënten van nasi yangjiao bestaat uit natuurlijk oud rijst. Ik heb niet zo'n specifieke rijst voor dit gerecht, want dat is gewoon rijst die ik gisteren over heb. En daar ga ik vandaag een lekker gerecht van maken. Dus je maakt eigenlijk niet zoveel uit welk soort rijst. En daarna hebben we een ei nodig. Kipfilet, eten uit de diepvries. Of verse, maar ja, die hebben we nu niet. Cashew, garnalen. Paprika. En als laatste hebben we natuurlijk ook nog bosuitje nodig. Kijk, ingrediënt van hier, natuurlijk zijn ze allemaal lekker. Maar je kan ook zelf wel laten vervangen. Als je die kip eet, dan moet je gewoon die weggelaten. Maar cashew moeten we erbij doen. Maar als je geen vaak vlees eet, ja, dan kan die anders dan die gewoon weglaten. Dan wordt het gewoon nasi à la jezelf. Maakt het niet zoveel uit eigenlijk. De groente die ik paprika heb gekozen is vanwege de kleur. Je kan eventueel ook gebruiken zoals wortel van dezelfde kleur. Want de kleurcombinatie moet zo meteen wel mooi zijn. Daar gaat het om. Niet alleen lekker, maar ook moet ook mooi uitzien. Nou, dan gaan we nu beginnen. Je moet in kleine blokjes hebben, maar ook niet te klein. Want je moet wel een klein beetje kunnen proeven. Cashew. Die alleen aan de rug even open maken. Kijk. En dan zie je dat die vuil nog erin zit en dan die moet je eruit vissen. Even spoelen met water. Droge deppen met keukenrol. Probeer een beetje groen en die andere te scheiden. Zoals je weet, wit gedeelte moet eerder in de wok dan het groene gedeelte. Een pan met water, die gaan we zo de doppetjes even laten koken. We gaan eerst hier kipfilet en garnalen garen bakken. Pan met kip erin. Een heel klein beetje olie. Met een hoge vuur even snel bakken. Klein beetje zoutpeper. De kip is heel snel garen, dus dan doe ik nu al garnalen ook daarbij. Nog een klein beetje olie voor de garnalen erbij. Voor de garnalen zo doe ik een beetje rijstwijn. Ja, de kip is al goed gaar. Even de wok afspoelen, want ik heb maar één wok. Zo, water kookt. Toppetjes erbij. Die hoeft maar even goed gaar gekookt te worden. En dan kunnen we gewoon uitgieten, hier toevoegen. Even uitgieten.
Nou, de wok is al warm. En nu moet je niet te weinig olie erin doen. En de ei erin. Losmaken. Ja, je kan ze natuurlijk eerst kloppen en dan pas erin doen. Maar ik vind het juist zo wel mooier. Hè? Dan heb je twee verschillende kleuren, wit en geel. En bosuitjes. Even laten meebakken. Ja, die vind ik zo mooier. En nu doe ik rijst erbij. En nu is het kwestie van bakken. Nu moet je het niet met hoge vuur doen, want die moet niet al aanbranden. Nu moet je juist rustig laten bakken, zodat rijst rustig warm wordt en niet buitenkant aangebrand raakt. Ik ben namelijk gek op altijd goed gevulde gerechten. Daarom heb ik ook zoveel kip en garnalen alles van gebruikt. Als jij denkt van ja, die is, kost me te veel of lijkt me te veel ingrediënten die Ming van erbij doet. Dan mag je zelf natuurlijk wat minder in doen. Echt van de echt allemaal van jezelf af. De functie nu wat ik aan het doen is om die rijst, omdat die rijst vanzelf een beetje plakkerig is. Dus die heb je altijd van zo'n klontje. Die moet je nu proberen los te krijgen. Door de twee spatels over elkaar heen wrijven, dan wordt ze gewoon klein. En dat heeft ook te maken met als het een beetje warm wordt, met een beetje olie erbij, dat het veel makkelijker los komen van elkaar. Kijk. Nu ziet het uit of dat ze eigenlijk allemaal losse korreltjes is. Zie je? Nou, nu ga ik de chashu bij doen. Want chashu is zelf al gaar, alleen die is koud. Dus die moeten ook meebakken om die warmte op te pikken. En doe ik nu de paprika ook erbij. En nu ga ik een beetje smaak doen. Een beetje zout. Peper. Een klein beetje vetjin. Ik doe hier nog een beetje 5 kruidenpoeder erbij. Klein beetje. Om net iets meer smaak te krijgen. En nu is het kwestie van goed roeren. Zodat het niet aanbrandt van de onderkant. Even voelen. Het is een beetje warm, dus nu ga ik de rest van de ingrediënten bij doen. Je moet natuurlijk ondertussen wel even proeven of die jou op smaak is. Want ik heb er zomaar wat erin gedaan. En dan ga ik zo ook wel even proeven of die jou lekker op smaak is. Maar als dat niet zo is, kun je er nog altijd bij doen, hè? Nou, even proeven. Je moet proeven of het chashu warm is. En dan nog rijst. Op smaak is. Ik denk dat ik nog een beetje zout erbij moet doen. Kijk, de rijst is oude rijst van gisteren. Er zitten soms een beetje harde stukken ertussen. Dan doe ik een klein beetje water op het eind met hoge vuur. Een klein beetje water erin doen. Even zo laten. En dan verspreidt het water, de damp van het water, door de rijst heen. En dan wordt de rijst wel een beetje zacht. Dat moet je altijd aan het eind doen. En dan gaat hier boven een beetje bosuitjes erbij. En rijstwijn. Dan komt helemaal damp uit. En nog als laatste beetje sesamolie. Eerlijk gezegd, ik ben al klaar. En als je wil dat je rijst mooi glanzend uitziet, moet je aan het eind nog een beetje van die olie erbij doen. En even goed doorroeren, dan ziet de rijst wat glanzender uit. En nu opscheppen. Nou, hier is het. Nasi Yangjiao. Eet smakelijk. Als je mijn video's leuk vindt, even een duimpje omhoog. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube-kanaal.